Het begint toch allemaal, geloof ik, met liefde voor hout. Als die stukken daar dan zo voor je staan, zacht glanzend, dan heb je moeite daar met je vingers af te blijven. Dit is een goed spel, vertrouwd, weinig opvallend, niet met tirelantijnen erop en eraan. Paard, kloek ingeschroefd, dat het er niet afvalt. Het is het Staunton model, zoals het hoort. Het is niet het echte Engelse Staunton model, want daar hebben de paarden en de toerens hebben een kroontje op de kop. Als ze een koningspaard of of de koningstoeren zijn. Hier is dat niet zo. Je mag er niet aankomen, dat is de eerste regel, want als je eraan komt, dan telt het geraakt, geschaakt. Dat is een brede regel. En het eigenaardige is dan ook dat als je het stuk aanraakt, dat er dan ineens een totaal andere toestand optreedt, waardoor je ineens alles ziet. Je hebt soms een half uur lang gedacht, je hebt alle mogelijkheden heb je in aanmerking genomen, denk je, maar op het ogenblik dat je het stuk aanraakt waarmee je wilt gaan spelen, op dat ogenblik zie je ineens nog iets wat je nou juist de hele tijd over het hoofd had gezien. Ik heb het dan ook wel eens meegemaakt. Dat een tegenstander een zet speelde, vreselijk begon te beven, rood aanliep, het stuk liet vallen, alsof het elektrisch geladen was, snel om zich heen keek of iemand het opgemerkt had. Ik had het natuurlijk gezien, maar ja, de wedstrijdleider die was weer in geen velden of wegen te bekennen. En toen een onschuldig gezicht trok en deed alsof hij maar zo'n beven de stukken zo even rechtgezet had. En daarom waar je nou eigenlijk over denkt, dat is niet zo makkelijk te zeggen. Wat denken eigenlijk is, dat wordt mij steeds onduidelijker naarmate ik er meer over denk. Een soort voelen van prettig of onprettig. Dit bevalt me wel. In die hoek ziet het er niet kosher uit. Dat paard daar, dat hoort daar niet, maar dat paard daar, dat hoort er nou juist wel helemaal daar precies te staan. Daar moet ik dus afblijven. Dat is meer de manier waarop het gaat. Het is meer een ruiken. Het is een spoor zoeken op geuren alleen. Denken is eigenlijk niet helemaal precies de nauwkeurige omschrijving. Want ja, ook van denken weten we alleen dat het gebeurt uit het resultaat. En dat zal dan vaak zal dat een verbaal iets zijn, een woord, een zin. Bij schaken is dat nou juist zo uiterst minimaal. Het is maar één zet. Het hele contact met de werkelijkheid is zo klein dat de abstractie van het spel zo groot is dat je nauwelijks meer van echt denken kunt spreken. Maar juist in dat ene moment van het aanraken van het stuk zelf, daarin gebeurt eigenlijk het hele spel. En dat is het elektrificerend moment. Het moment waar absoluut alles om draait. En dat is dan, in dit geval, is dat de enige zet die verder in aanmerking komt.
de Z4, C3 voor zwart. Ik doe hem nu voor zwart, omdat ik aan deze stelling voor wit, waarin ik een tijd wit had, niet eens aan de stukken zou willen komen. Omdat dat de partij, als het ware, zou herhalen op een manier die ik niet te pas vind komen. Voor zwart wil ik de set doen en hier heb ik dan vervolgens de kwaliteit geofferd en het stuk geofferd en de partij tamelijk mooi gewonnen. Vind je dit een zinnige uiteenzetting? Ik vond dat een hele. Nou, eigenlijk denken is, dat wordt mij steeds onduidelijker naarmate ik er meer over nadenk. Het is zeker niet iets van redeneren of iets wat in woorden te zeggen zou zijn. Het is meer een snuffelen, een spoor zoeken op geuren. Daar zit het wel kosher, maar hier zit het me niet lekker. Ik moet zien weg te komen, ik moet proberen daarheen te komen. Maar dat alles is ontzaglijk vaag en niet duidelijk in woorden te zeggen. En daarom is het ook zo dubieus om te zeggen dat dat nou eigenlijk denken is wat je dan doet. Want het denken dat blijkt nou eenmaal uit het resultaat. Dat zal in de meeste gevallen zal dat een woord of een zin zijn. En daar kan er over gepraat worden of het wel goed gedacht is of niet goed gedacht. Hoe vind je hem? Was je blij toen je al een 12 zette van... Ik vond het wel... Zo'n kortsnooi met zijn paranormale verschijnselen. Waarom zijn schaken zulke aanstellers? Nou, aanstellers. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat er zijn twee doodsvijanden voor een schaker. Dat is in de eerste plaats de verkoudheid en in de tweede plaats de ergernis. En daardoor stelt een schaker nogal eens vreemde eisen van dingen die niet mogen en die hij wil verbieden. Dames, Fischer die had ontzaglijke hekel aan dames op hoge hakken. En huilende kinderen, dat is al helemaal onverdraaglijk, omdat de schaker zelf op dat ogenblik dat hij zit te spelen min of meer een baby is die met speelgoed bezig is. En, dat nou zo'n kortsnooi dan paranormale golven op zich af voelt komen. Nou ja, dat is een beetje zijn manier om te zeggen dat hij zeer gehinderd wordt. En als je nou erbij geweest bent wat daar inderdaad gebeurde in die zaal daar in Baguio City. Van iemand uit het publiek die constant gaat zitten staren naar de speler. Dat is zeer hinderlijk. Daar komt bovendien bij dat een schaker, het beroerde van schaker is dat een schaker als hij verloren heeft absoluut niemand schuld kan geven. Alleen zichzelf maar. En dus gaat zoeken naar middelen om zijn verlies te verklaren, om er iets aan te doen in het voor een volgende keer. En dat kan al zeer bizarre vormen aannemen. Ik heb Rosolivo meegemaakt die tijdens een partij 25 liter water dronk. Dat iemand had hem verteld dat dat goed was voor de hersens. En hij raakte natuurlijk ook wel weer kwijt, maar hij was daardoor minder bij het bord dan zijn tegenstander gedurende de partij. En voor de oorlog heb je nog een heel boek gehad over de kopfmassagebroesten. Dat was dan een Oostenrijkse uitvinding dat de schaker voor de partij moest die met een gummiborstel zijn hoofd goed borstelen gedurende een half uur. Want dat stroomde het bloed daar allemaal naartoe. En meer van die idiote dingen te bedenken. En dat is min of meer omdat de schaker toch in een wereld zit die uiterst klein is. Het is niet meer dan het vierkant van het bord. En ieder signaal uit die buitenwereld is hinderlijk. En daar probeert hij iets aan te doen. En dat kan wel eens volgens de normen van de mensen die bereid zijn andere mensen te verdragen vreemd indruk kan maken. Maar dat is zeker niet irreëel of aanstellerig.
Jorik.